Mijn naam is Cliff Mesquiet, ik ben purser bij KLM en ik heb een aparte hobby. Ik spaar stewardessenuniformen. Ik spaar al een behoorlijk lange tijd. Mijn eerste uniform kreeg ik in 1980. Dat was dit uniform wat hiernaast te zien is. Dat is een KLM uniform uit 1971. Wat ik heel leuk vind aan dit uniform is dat onder dit jasje zit een mouwloos jurkje. En dat vind ik wel heel erg jaren 70. En ik kan me niet voorstellen dat dames vandaag de dag zich ook prettig zouden voelen in zo'n jurkje met blote armen. Ik denk als passagier is het ook niet echt heel erg fris als je in de oksels kijkt van een stewardess. Inmiddels stelt de collectie 1302 verschillende uniformen van 483 verschillende maatschappijen. Nou, hier heb ik mijn kast met hoedjes. Ik heb hier in deze kast ook nog uniformen. Ik heb hier nog een kast. Hierboven is mijn eigen kleding, maar hieronder heb ik ook nog uniformen. En hieronder liggen plastic zakken, van die vacuumzakken, waar ik ook een groot aantal uniformen heb liggen. Dus eigenlijk maar een klein plekje voor je eigen kleding? Ja, maar net genoeg. Ik denk dat hier ongeveer 800 uniformen liggen. Hier hebben we een uniform van Iberia. Dit is het blouseje en daar zit een slip aan vast. Dus dat heeft als voordeel dat de blouse niet uit de rok slobbert. Hier hebben we een leuke Tyrolean Airways. Het is echt een Beierse Heidi look. Ik kan niet één uniform noemen waar ik het meest trots op ben, want het zijn er echt heel veel. Het zijn voornamelijk de uniformen uit de jaren 70. Eind jaren 60, begin jaren 70. Omdat de uniformen toen heel vrolijk waren. Heel veel kleur werd er gebruikt. Dit is van de Pacific Southwest Airlines uit Amerika. En dat werd gedragen begin jaren 70. Het is een heel kort jurkje. En onder dat jurkje werden deze hotpants gedragen. Dus dan kon de stewardess zich toch nog makkelijk bewegen zonder dat ze inkijk had. En ook de kleurcombinatie oranje met roze. Ik bedoel, ik denk dat menig mens dit niet zomaar uit de kast zou trekken. Maar voor een uniform vind ik het erg speciaal. Al mijn uniformen staan op een website. Zodra ik een nieuw uniform krijg, dan is het eerste wat ik wil doen, is foto's maken van mijn uniform, van de nieuwe aanwinst. Dit is van SAS, Scandinavian Airlines. Het label staat er ook in, SAS, Calvin Klein. En ik moet hier nog een foto van maken, dus dat ga ik nu even doen. De icing on the cake. Ze is nu klaar voor de foto. Ik heb al een aantal uniformen hier in huis laten zien, maar ik heb er nog een paar uitgezocht. En die wil ik eigenlijk meenemen naar een plek waar de uniformen helemaal tot hun recht komen. En dan ben ik heel benieuwd of jullie weten van welke maatschappijen deze uniformen zijn.